Margriet's film draait in een aparte zaal. Op een lekkere bank in het donker kijk je naar grote gezichten die vooral zwijgen en kijken. Een videoproject over 9 oude kunstenaars in de laatste fase van hun werkzame leven. Van de 9 kunstenaars zijn er inmiddels 5 overleden. Dat ligt voor de hand, want Margriet koos kunstenaars van boven de 80. Als ik ze jonger zou vragen, dan zouden ze zich beledigd voelen. Want dan zijn ze nog niet oud genoeg om bij echt die oude groep mensen, oude groep kunstenaars te horen. Dus eindelijk komt dan de erkenning. De Bosse kunstenares maakte geen reportage. Haar film is een kunstwerk. Van alle uren die ze filmde, koos ze per kunstenaar 1 duidelijke uitspraak over de laatste jaren van het leven. Een kunstenaar die gaat niet met pensioen op zijn 65ste. Die gaat door en die gaat maar door en die sterft in het harnas feitelijk. Zijn er die nee hebben gezegd? Ja. Niet veel, maar zijn er die nee gezegd hebben, ja. Wanneer het eindigt weten we niet, hoe het gaat eindigen weten we niet. Dat vind ik interessant, dat vind ik. Ik zou ook willen pakken. Dat probeer ik dan in die projecten ook. Foto's uit de film, telkens gecombineerd met die ene uitspraak, heeft ze trouwens ook bij elkaar gezet in een boek.